Nou, ik denk juist niet dat het een heel zware thema is. Het wordt heel luchtig gebracht. En verhalen worden verteld van mensen die bijvoorbeeld een terminale ziekte hebben. En die ook over de dood nadenken. Maar die er soms wel heel laconiek over kunnen praten en grapjes over kunnen maken. Het is een monoloog. Je mag van een kaartje mee. Heb je bij. En dus als het fout gaat, ja, dan is het niet zo erg. En het zal misschien vanavond niet zo zichtbaar zijn, maar het is een hele losse setting. U moet het accepteren. Maar ja, er zijn vele manieren om dood te gaan, maar je moet juist uitzoeken hoe je wil leven. Dat is het belangrijkste verhaal, denk ik. Hey, kan hier nog een handje schudden vanavond? Ik ga zelfs met op de foto, dat staat al vast. Eerder de koningin ontmoet? Nee, ik niet. Zij wel. Ik wel. Ja, ja. Nou, het is natuurlijk heel spannend. We gaan niet zomaar aanspreken. Maar ik had denk ik een grapje gemaakt. Dus ze moest er heel hard om lachen. En ze pakte mijn hand vast. Ik denk van, de koningin. Maar dat is het enige eigenlijk. De koninklijke première, maakt dat nou extra spannend? Voor mij niet. Ik ben ervan overtuigd dat het succesvol is. Ik heb hem nu een aantal keer zelf mogen spelen al in de try-outs. En ik denk dat voor degene die op die première spelen, dat het heel spannend is. Maar ik hoop dat het ook best in een boven haalt. Ik denk dat ze heel lang gaat navertellen, denk ik. Mijn man, die lag in bed en die kwam er niet uit. Waar was je nou met fotomoment? Op de wc. Bij de koningin, hoe kan dat dan? Ik wil een foto waar ik samen met de majesteit op sta. Je wil naar huis, hè? Ik wil naar huis, ja. Ik moet morgen heel dag draaien, dus ben ik... Rustig. Doeg.